Dank u wel. Meneer Schaap, u mag voor uw eigen termijn het woord voeren. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ons huidige raadhuis gaat jammerlijk genoeg, dat meen ik, tegen de vlakte. En we moeten tijdelijk verkassen naar een opvang, zodat op deze grond een nieuw polderpaleis kan worden gebouwd. Ruim 23 miljoen euro gaat het kosten om 4 jaar ergens anders te zitten. Dat is al ruim 4 miljoen boven het budget. Voor een periode van 4 jaar betalen we dus al een half nieuw gemeentehuis. Althans, volgens de kosten die ons beloofd zijn. Het zou Fortsa niet verbazen als daar ruim ook overheen zal worden gegaan uiteindelijk. En dan komen er inderdaad, die discussie heb ik eerder op de avond gehoord. Dan krijgen we nieuwe kredietvoorstellen die wij dan als raad even mogen bespreken. En dan uiteindelijk allemaal voor gaan stemmen, behalve wij. En volgens mij 1. Ja. Fortsa is wel voorstander van de nieuwe locatie. Oh, ik zie een vingertje. Interruptie van meneer Koning. Ja, mag ik meneer Schaap eraan herinneren dat ik dacht in mei 2020, toen er dus gestemd werd over een nieuw raadhuis op het parkeerterrein in huur en nog veel meer nadelen, dat afgezien van één persoon van GroenLinks en mevrouw Van der Helm, toen de unanieme raad, inclusief Fortsa, heeft voorgestemd. En bij het voorstel van december 2020, toen dus bleek dat we van 5,6 miljoen huisvestingskosten naar 4,4 gaan, toen was Fortsa opeens tegen. En uw punt is helder. Dat is dus rekenkundig. Ja, punt is helder. We gaan naar meneer Schaap in reactie. Gaat uw gang. Ik was even in de war, want ik hoorde 2020 en mevrouw Van der Helm. Volgens mij is dat voorstel een tijdje eerder terug geweest. Het was 2017 naar mijn hoofd. Begin 2018. Nee, dat klopt. We hebben toen destijds inderdaad voorgestemd. Inmiddels zijn de inzichten veranderd bij ons. Dat hebben we in eerdere en latere sessies ook uitgelegd waarom die inzichten zijn veranderd. Waarom we van mening zijn veranderd. Maar in principe zijn we sowieso altijd tegen een nieuw raadhuis geweest. We zijn kunt u doorgaan in met de voorstelakkoord gaan om andere redenen. Ja, maar ik daar gaat u verder alstublieft. Ja. Fortsa is voorstander van de nieuwe locatie. Het is dichtbij het trein- en busstation, makkelijk bereikbaar en vlakbij Hoofddorp Centrum, waardoor lopen nog steeds een optie is. Met de kosten die wij hebben gezien, hoeveel dit projectje gaat kosten, is het dan niet gewoon beter en goedkoper om te overwegen, en dat vind ik heel interessant om te weten, om Taurus Avenue 155, het vloergebouw, in zijn geheel op te kopen en gewoon standaard in gebruik te stellen als nieuw raadhuis. Verkopen we de grond hier in het centrum, of verhuren zelfs, kostbare grond, daar kunnen we makkelijk wat aan verdienen. En we zitten dan wel voor de helft goedkoper in een vrij nieuw bestaand pand, 5 jaar oud. Dan kunnen de ruimtes die in het pand nog wel door fluor worden gebruikt, opgevuld worden door wat zich nu in de polderlanden bevindt. En wat we tekort komen, ik heb het eerder gehoord en ik vind het een goed idee, vanuit het ambtenaren, vanuit huis werken. En zijn we ook van de huur voor de polderlanden af. Ik vind het zeker een overweging waard. Want wat waren de kosten van een gebruik? Want waren de kosten van het gebruik maken van een cultuurgebouw echt zoveel duurder? Wij betwijfelen het. Nu gaat 5,75 miljoen euro per jaar aan huur uitgegeven worden voor 4 jaar. Hoeveel is dat nou meer dan dat dit raadhuis zou kosten of wat het cultuurgebouw zou kosten? Fortsa begrijpt dat verbouwingen nodig zijn om je ergens goed en werkbaar te kunnen vestigen. En dat het ook uiteraard nodig is dat de gemeentelijke organisatie zich ergens vestigt om door te kunnen gaan met het besturen van de gemeente. Maar wat ons betreft had het niet gehoeven en zeker niet met zulke kosten. Ik had hem er niet ingezet, maar meneer Boerman die begon erover, over duurzaam afvoeren. Ik wil daar zeker wel in de tweede termijn op terugkomen. Ik vind dat een serieus voorstel, maar ik vind het wel een zeer goed voorstel. Daar wil ik graag over door. Dan wil ik nog apart, want we hadden natuurlijk een klein discussietje aan het begin over de financiële bijlage tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie. De reden waarom ik daarom vroeg is dat wij graag daar geen geheimhouding op willen zien. Als wij als gemeente vele drastische maatregelen aankondigen om overal veel op te gaan bezuinigen, iets dat alle inwoners en organisaties raakt, dat hebben we vorige week ook gezien toen ze inkwamen spreken, dan hebben onze inwoners ook het recht om te weten waar onze gemeente hun geld aan uitbesteedt en waarom. Dit is informatie die openbaar dient te zijn, zeker in deze tijd waarin iedereen het economisch zwaar heeft. Dus niet verscholen achter geheimhouding.
Ik heb het al aangekondigd, wij gaan dan ook voorstellen om volgende week het van de stemminglijst te halen. Wij willen niet voorstemmen, wij willen het in het openbaar een andere keer bespreken. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Schaap.